Ja, voor een beetje doen, voor je kind. Mike, je hebt een tas nog bij mij. Vooral niet kijken, Mike. Nee. Die is nog niet gesmeerd. Hoe vind je dit? Nog een keer? Hoe vind je dit? Wordt nog gefilmd ook? Ja! Oh, wat leuk! Gaan we ook samen filmen? Yeah. Hey, Kiwi! Ik ben er nu bij Iris. Ja, de engel. Wow. Nee. Hey, jij was ook nog een blonde. Even leuk lachen. Kim. Kim. Oh, ja. Weet ik niet. Maar Kim, die waar die kettingzaam stond. Stond erin? Maar nou, weet je, dit is goed. Ik praten, hè? We hebben nu alleen geen nek. Oké. Okay. Daar is hij aan het leven. Ja. En waar is jouw beter? Heb jij nou die lens? Nee. Is jouw lens heb jij als je het leven bent? Ja. Kim is toch Kim? Ja. Ja. Laat me daar een beetje van. Wat dan? Kreeg je niet meer uit. Ja, maar je hoeft niet veel. Ja, ik heb niet meer uit. Je bent al één van jezelf. Ik moet geen één van iemand zijn. En wat met jouw vader? Ja, goed. Die woont inmiddels in Horen. Die was naar de Walden gegaan. Ik heb een zwarte tape. Maar uit de Walden die ook niet ziet. Zelf gedaan. Wie gaat deze Ja. Nou, als we op moet zijn liggen, ik was sowieso na. Ja. Hij ligt wel zo goed gelijk. Hoe vind je die kant op zo? Alleen thuis. Jenny was alleen thuis toen de telefoon ging. Hallo. Ze hoorde niets, alleen geruis. Verkeerd verbonden, dacht ze en legde neer. Maar gelijk daarna ging weer de telefoon. Zal ik hem nu wel opnemen? Ach, ze deed het toch. Tot haar opluchting was het haar vriendin. Katie vroeg of ze zin had om bij haar te komen slapen, omdat ze alleen was en dat best wel eng vond. Jenny was ook wel een beetje bang, dus leek het haar wel een goed idee. Ze pakte snel haar spullen en sprong op de fiets. Onderweg had ze het gevoel dat ze achtervolgd werd. Opeens werd ze een steegje ingesleurd. Ze hoorde een bekende stem. Gefopt, zei Katie. Bij Katie thuis aangekomen kwamen ze op het idee om met de spookentocht van Krijlerwoord mee te gaan doen. Maar voordat ze dat deden gingen ze eerst samen naar een enge film kijken. Toch wel een beetje bang geworden door de film gingen ze op weg naar de doorbraak. Daar aangekomen was alles donker. Er was niemand. Hadden ze zich vergist? Was het wel vandaag? Nee, het was pas volgende week. Toen ze naar huis wilden gaan, hoorden ze stemmen. Wat was dat? Wat riepen ze? Opeens hoorden ze het. Ze riepen, Katie, Jenny, Jenny, Katie, komen jullie halen? We weten waar jullie wonen. Snel sprongen ze op hun fiets en krosten naar huis. Daar aangekomen ging weer de telefoon. Met Katie, komen jullie halen? We weten waar jullie wonen. Ze werden toen zo bang dat ze maar naar bed gingen.
Midden in de nacht werden ze wakker van een vreemd gedruppel. Katie ging kijken waar het was vandaan kwam. Het kwam vanaf het plafond. Het leek wel een soort slijm. Snel rende ze terug naar boven. Daar kroop ze dicht tegen Jenny aan en sloot haar ogen. Als het tot 10 tel is alles voorbij, zei Katie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toen ze haar ogen opendeed, was Jenny weg. Katie was zo bang dat ze naar buiten rende. Daar zag ze Jenny lopen. Jenny, riep ze en rende naar haar toe. Jenny draaide zich om. Nee, gilde Katie. Jenny zag eruit als een engeltje. Katie rende weg, maar Jenny was sneller en trok Katie een steegje in. Sssst, zei Jenny. Ze zaten me achterna en hebben me vermoord. En zullen jou ook vermoorden? Dat gebeurde. Het zijn nu de geesten die al jaren nog kwijlenmoord waren die ze vermoord hebben. Ze zijn nog steeds op zoek naar 2 engelen, Jenny en Katie. Want zij zijn de engelen die de kinderen in Kruilenoord beschermen. En daarom gaan zij met jullie mee op deze tocht. Raak ze niet kwijt. Nou, jullie mogen volgen. Ja. Deze moet een boete van putten. Nee, met je leven te hebben. Flink toch zelf op jij. Flink het erop, man. Echt een bak. Ja, het is... Zijn we nog wel buur, jochie? Nou, kom even lopen, jongens. Ja. Hey, kijk, dat is die mager hij. Nee, ja. Zijn we er klaar voor? Nee. Ja. Het blijft helemaal goed voor. Ik ben hier niet klaar voor. Kijk eens naar ze. Dat is cool. Oh, die is toch goed. Ja, ik trof. Hij is trof. Daar ook. Spaghetti!
Hoe doe je eruit? Spaghetti met saus. Ja, begin. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Leg hem hier. Oh, het gaat niet. Zie je niet, hoor. Ik zie niks meer. Ik zie niks meer. Mooi, goed. Ja, ze zijn gisteren ook al bezig geweest. Ze zijn vanaf vanochtend 10 uur bezig geweest. Hier ben ik al geweest, want ik ging even lopen met de fiets. En waar komen jullie vandaan dan? Kom, Oscar, kijk! Wat is voor Spiderman? Dat is de vocht. Close-up, hè? Een close-up. Maar je wil een close-up, joh? Ja! Je moet er! Hé, hoe lang duurt het nog? Met Engels! Ja, ik heb eruit. Ja! Het is alleen door het geluid. Ik zie het aan je hoofd. Ik zie het niet. Ik zie het niet. Ik zie het. Ja, dat heb ik dan niet opgeknipt. Oh. Ik wil dat iets tegen. Ik zit echt met die camera, hoor. Hey, misschien hè, is het ietsjes makkelijker of slimmer. Wij hebben thuis poncho's in de kast. Wat? 3 poncho's. Wat is er van wel achter? Ik ben echt... Dit is jou. Hij is een bang meisje. Ik weet ook niet wat hier is, hoor. Wat, dat vind ik links. Yeah. Achter mij langs. En dan richting het kamp. Dat was hier ook wat. Ja, dit is gewoon een steen. En niet een steen. Is dat ook bij die kleine hier? Ja, hier is het ook van. Was hier kleinere? Ik weet het niet, ik heb hier ook niet gehoord. Niet huilen. Ik hou dat niet, joh. Niet huilen. Maar ik heb het niet. Wij zijn hier ook nog niet geweest, niet? Ik ben hier ook nog niet geweest, nee, hoor. Wij zijn hier ook nog niet geweest. Serieus? Nee, ik ben het niet. Maar ze zeggen serieus? Dat dit allemaal helemaal spannend is. Ja? Ik vind het niet ja. Leuk. Ja. Kom op. Is dit lastig? Ik voel, ik heb een bug. En ik kan niet door. Heb je een bug? Maar een beter een bug ben ik helemaal niet. Ja, maar ik ben beter een bug van dan dat ik naar binnen ga. Toch? Je krijgt van mij een keer gekeken. Wat is hier? Ja, ik ben niet. Ik sta nu niet. Ik kan niet zien. We gaan gewoon kijken wat er gebeurt. Goed. Wat is er? Ik ook. We kunnen niks zien. Hè? We kunnen niks zien. Kom op, we gaan gewoon. Ik zie ook niks. Nee, je weet niet waar ik heen moet. Ik zie niks. Ik zie niks. Ja, kom maar achter mij aan. Nee,
Ja, we zijn er. Ja. Ik zag hem al. Ik wou het nog zeggen, maar dat is... Jullie moeten de sleutel meenemen. Wat een sleutel, waar is die? Hier, een bijna soep, lekkere soep. Ja! Die hebben ze snel. Jullie moeten de engel hebben vrijden. Nee. Echt wel. Oké, daar gaan we sleutel. Ik heb winnen. Nee, wij... Ah, het is nu zitten. Ja, heb je een inbesleutel dan? Oh, nee, je moet daar. Oh. Oh ja, ik heb hem al. En nu? Ieuw. Dat is echt zijn maatschappij. Wat is het meer nodig? Nee. Oh, alsjeblieft. Nou gaan we daarheen. Nu zijn we vastzitten. Ik voel echt van die al die jongens met die kutting gaan. Ja, voel eens. Ah! Man, grappig, hè? Ja, I do.